Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor coaching, begeleiding, rijke healingen, maar ook de vele interesse in de verlengingen. Dank je wel daarvoor. Ik wil jullie er graag op wijzen dat ik de eerste 2 weken van juni helemaal vol geboekt ben met privé readingen en rijke healingen. Ik ben daar natuurlijk ontzettend blij mee dat dat jullie zo graag bij mij advies inwinnen en healingen aangaan. Maar aan de andere kant hoop ik dat jullie ook begrip hebben dat je misschien wat langer moet wachten dan dat je normaal gesproken gewend bent. Voor vandaag gebruik ik de nalatenschap van de Tarot der Goden en de Keepers of the Lights. Wat mogen wij weten, spirits and guides? Kies ervoor om iemand te helen of een situatie te helen. Het kan ook zijn dat je jezelf moet helen. Maar het kan zijn dat je je tweelingziel moet helen. Dus kies voor vergiffenis, zodat je kunt helen. Zie het licht in alles, maar onthoud dat liefde geen grenzen kent. Dus als het gaat om liefde, dan is liefde grenzeloos, puur, kent geen restricties. Mooi. Wat nog meer? Vergiffenis alweer. Je bent op het pad van het licht, liefde en vergiffenis. Vaderheling is op dit moment mogelijk. Dus voor sommigen van jullie heb je wat pijnstukken die je moet gaan helen op het gebied van je vader. Kan zijn dat iemand altijd absent is geweest, omdat je simpelweg door één ouder bent opgegroeid of iemand is altijd heel dominant geweest in je leven. Of anderszins een ongezonde connectie met jouw vader. Wat geheeld mag worden en wat je mag vergeven. En als laatste heb ik nog Lord Ganesha. En obstakels worden verwijderd. Spirituele ondersteuning en connecties worden intensiever. Misschien dat je te maken hebt met een ouder die al overleden is. En dan specifiek die vader. Dan kan het zijn dat je misschien van je vader droomt of in gebed of in meditatie hem ziet. Dat hij op die manier graag die vergiffenis van je wilt krijgen. Wat mogen wij weten over het vergeven en het helen en dat de liefde geen grenzen kent? De 8 van munten, de ridder van zwaarden en de aas van munten. Het kan zijn dat je steeds meer en meer verdiept raakt in spiritualiteit. Of daar waarin jij gelooft. Steeds meer verdieping. Steeds ook meer diepere heling. Waardoor je dus ook weet dat liefde de allerhoogste frequentie is. En dat je gewoon simpelweg niet verder kunt als je niet vergeeft. Want als jij vergeeft, maak jij ruimte. Ruimte in je hart. Waardoor je dus nieuwe ervaringen kan en durft toe te laten. Maar ook dat je geen wrok meer koestert. Dat je compassie hebt met anderen omdat je weet dat anderen nog niet zo ver zijn of geen inzichten genoeg hebben over het feit waarom ze een bepaald gedrag vertonen vanuit trauma of wat dan ook.
Het kan zijn dat je verschillende signalen krijgt vanuit het universum, van het goddelijke, dat het tijd is om te vergeven, dat het tijd is om te helen en dat het tijd is om compassie te hebben. Zodat je voor jezelf een nieuw begin maakt, een vruchtbaar nieuw begin. Waarom zeg ik vruchtbaar? Omdat ik hier die bijen zie. Bijen zijn bezige bijen. Maar ook heel voorzichtig met dat egeltje hier. Wat mogen wij weten over vergiffenis? Je bent op het pad van licht en liefde en vergiffenis. Vaderheling is nodig of je, daar is nu de tijd voor aangebroken. Het kan zijn dat je af en toe wat innerlijk onrust hebt. Misschien wel twijfels. Zeker als het gaat om progressie, om vooruitgang in bijvoorbeeld een vaste relatie of huwelijk. Misschien durf je een vaste relatie of huwelijk niet aan, of zijn er wat obstakels die gerezen zijn. Daar zul je mee aan de slag moeten. En het kan zijn dat als jij dus innerlijk kindwerk gaat doen en je vader gaat vergeven voor de zaken die jij vroeger ook gezien hebt, die jij misschien heel normaal vindt in een bepaalde vaste connectie. Dat je die kan mag loslaten, zodat je dus vooruit kunt in huidige relaties. Of dat je überhaupt relaties durft toe te laten. En bij Lord Ganesha, dus obstakels worden verwijderd, spirituele ondersteuning en connecties worden versterkt, heb ik de gerechtigheidskaart, de twee van staven en de twee van kelken. Ja, heel mooi om te zien. Obstakels worden verwijderd, waardoor er dus terug balans komt. Stukjes oud karma worden hier en daar verwijderd. Zeker als je al goed je weg hebt ingeslagen. Dus krijg jij meer balans. Zodat je ook betere keuzes kunt maken. Vanuit liefdevolle vriendelijkheid. Dus wat ik hierbij doorkrijg. Nog een allerlaatste kaart op deze legging. Je weet al lang het antwoord wat je zoekt. Vertrouw op wat je weet. Door dingen te helen krijg je meer vertrouwen in jezelf en in het universum. En daar heeft dit allemaal mee te maken. Hè? Het vergeven, eindeloze, grenzeloze liefde. Nog een keer vergeven, maar dan van bijvoorbeeld in dit geval vader-issues. En hier vergeven waardoor obstakels uit je leven worden weggehaald. En waardoor er meer ruimte komt voor balans, liefde en spirituele ondersteuning. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Vergeet ook mijn tweede kanaal niet, Philomena Tarot. Heel veel liefde en licht. Namaste.